De streamer geeft volgend jaar een tweede concert in de Gelgreedobel in Arnhem. De supergroep heeft zaterdag een tweede show aangekondigd voor 18 oktober. De kaartverkoop is gelijk van start gegaan. De band met leden als Guus Mewis, Kraantje Papi, Maan, Suzanne en Freek, Miss Mantriaal en Danny Vera maakte vrijdag bekend in 2024 terug te keren naar Arnhem. De kaartverkoop voor dat concert op 19 oktober is zaterdagochtend begonnen en ging zo goed dat een tweede optreden is aangekondigd. De streamer is dus vrijdag begonnen aan een reeks concerten in de Gelre-Domme. Daar staat de groep ook nog op zaterdag en zondag. De band werd in coronatijd geboren toen concerten vanwege de toen geldende maatregelen niet mochten. De streameris gaf toen meerdere optredens die via een lieve stream te volgen waren. Vorig jaar trad de groep voor het eerst op voor een fysiek aanwezig publiek in het Olympisch Stadion in Amsterdam. De streammeerders hebben onlangs aangekondigd dat ze volgend jaar opnieuw in de Gelredome in Arnhem zullen optreden. Opmerkelijk is dat Suzanne en Freek hebben besloten om na het optreden van aankomend weekend de groep te verlaten. Suzanne en Freek delen via Instagram enthousiast hun opwinding voor aankomend weekend. We kijken enorm uit naar de streameris dit weekend, zeggen ze. Alleen maken ze ook bekend dat deze shows hun laatste optredens zullen zijn als onderdeel van de streameris. Het duo wil zich hierna namelijk meer gaan focussen op hun eigen plannen. Terugkijken op een geweldige tijd, schrijven ze op Instagram, we hebben een super toffe tijd gehad.